Welkom bij een aan tafel. En we zitten in Hulst. Achter mij zie je een prachtig oude brandweerwagen. Wij gaan het namelijk hebben over de veiligheid. Veiligheid rond de feestdagen. En als we het daarover hebben, kan ik beter praten met mensen die er alles vanaf weten. Van de politie hebben we hier Frank Lokkeveer van het politieteam in Zeeuws-Vlaanderen. En herkenbaar natuurlijk wat dat betreft heel makkelijk met jullie kleding allemaal. De ambulancedienst met Jean-Paul de Burger. En de brandweer waar we hier vandaag in Hulst te gast zijn, Leo de Jonge. Hartelijk welkom dat we bij jullie mochten ja, zijn. Ja, geen enkel probleem. Ik ben blij dat je zo niet meer uit moet rukken, zeker? Nee, dat is maar goed dat dat inderdaad verleden tijd is. Werkt dat ding nog? Ik denk dat hij nog wel werkt, hoor. Zou we een keer uit moeten proberen. Zijn het voor de brandweer drukkere dagen? Nou, de kans erop is in ieder geval vele malen groter. Of het risico dat er inderdaad wat gebeurt is natuurlijk vele malen meer dan normaal. Want je bent bij elkaar. De kans dat er iets misgaat is altijd aanwezig. Maar bij deze de soort dagen zeker. Want uiteindelijk, je werkt met meer lichtjes, met kaarsen. Wellicht met bakken en braden als je niet uit eten gaat. Het is gewoon drukker, gezelliger. Kaarsjes in de bomen hebben we niet meer natuurlijk. Nee. Maar ik denk dan gelijk aan vuurwerk. Ja, nou, dat komt er daarna natuurlijk. Maar uiteindelijk de kaarsjes die je natuurlijk op de taart zet, waar een mooi spuitfonteintje uitkomt, komt niet alleen natuurlijk. Ja, maar dat heb je in de restaurant ook. Dan gaan ze gezellig binnenjarig en dan komt er zo'n mooie... Weet ik veel taart met En wie weet dat ze in het restaurant zelfs aan het flamberen gaan. En als ze dat thuis dan ook nog gaan proberen, je de kans hebben dat het natuurlijk misgaat. Maar denk je dan aan brand of denk je eerder... Heb je wel zulke soort dingen meegemaakt dat mensen thuis aan het flamberen waren en dat er dan brandhonden kwamen? Ga ik naar de ambulance of zei dat... Nou, ik zelf niet met het flamberen, maar wel in de zomer met barbecue sowieso. En deze dagen vuurwerk heb je ook wel. Straks. En het kan altijd gebeuren natuurlijk. Ja, nee, maar ik kan me voorstellen dat het waarschijnlijk... Maar brandhonden kan uiteraard. Fijn. Met dat soort zaken. Vlam in de pan. Proberen met je pannetjes gourmet of fondue. Ja, het is toch warme vloeistof, bij wijze van spreken. En dat is weer anders dan een pot thee, bij wijze van spreken. Maar het gebeurt zeker. Dat gebeurt zeker, ja. Dat lijkt me inderdaad. En dan kom je bij mensen die helemaal keurig uitgedost zijn voor een kerstdiner. En dan kom je daar aan met of die mensen staan buiten als het brandt, dan staan ze in de mooie kleding buiten. Of mensen zijn gewond. Het zijn natuurlijk eigenlijk feestelijke dagen. En brandwonden kan vreselijke wonden zijn. Ja. Dat klopt, ja. Brandwonden... Dat is iets wat natuurlijk niet zomaar te genezen is. En je blijft dat altijd zien. Ja. Bij ernstige brandwonden... Sturen jullie dan door naar brandhondencentra? Of kan je dat hier in Zeeuws-Vlaanderen toch ook wel behandelen? Nee, in Zeeuws-Vlaanderen niet. Dat gaat meestal afhankelijk van de hoeveelheid brandwonden. We hebben daar een schema voor. Maar dat wordt altijd in overleg met het ziekenhuis. Of de traumaheli, die dan eventueel gewaarschuwd wordt, of de mug. En in Antwerpen heb je er één. Dat is wel het dichtst bij zijn, denk ik. En dan Rotterdam. En, maar je moet inschatten hoeveel iemand verbrand is aan eerste graad, tweede graad, derde graad. En afhankelijk daarvan wordt ingeschat of iemand echt naar het brandwondencentrum moet, ja of nee. En dat gaat altijd in overleg met de mug, wat ik zei, of eventueel met het ziekenhuis, als je iemand daar eerst naartoe brengt. Omdat het toch van ons uit vaak groter ingeschat wordt als dat echt is. Je hebt het over de mug, dat is typisch iets Belgisch. Hè? Wat is de mug? Het zijn niet die irritante beesten die je in de zomer hebt, maar... Nee, dat is eigenlijk de Belgische... In België heb je de spoed, gewoon ambulances. Maar die zijn heel anders opgeleid dan in Nederland. Dus er zitten EHBO's op. En dan heb je de mug, die komen vanuit het ziekenhuis. Assisteren. Er zitten EHBO'ers op, maar ik heb ook een EHBO-cursus, maar ik mag niet op de ambulance, denk ik. Nee, België is heel andere regels als in Nederland. Wordt heel anders ingedeeld. En als daar iets aan de hand is, dan wordt heel vaak een mug gestuurd. Er zit een arts op en een verpleegkundige. En die worden dan vaak ergens naartoe gestuurd. Wat zit er bij ons in een ambulance? Behalve zit, chauffeur natuurlijk. Een chauffeur en een ambulanceverpleegkundige. Dus als ambulanceverpleegkundige ben je opgeleid als verpleegkundige. En daarna heb je de spoed gedaan, de anesthesie. Of de intensive care.
Dus het is best wel een uitgebreide opleiding. Dat is heel uitgebreide lijn. Ja, want... ook dat je die wel personeelsproblemen hebt? Dat je zegt, van, je moet er zoveel voor leren. Nee, nee. Ik denk dat overal wel personeelsproblemen zijn. Vooral in de zorg begint het overal op te steken. Met name door de vergrijzing. Dat is dan een grotere factor. En gelukkig zijn wij in staat om nu om boventallig op te leiden. Dus om de mensen in de toekomst, binnen nu en 2, 3 jaar... gaan toch veel oudere collega's met pensioen. En dan kunnen we nu al opleiden. Dat is zorgzaam heeft dat al geregeld. Zodat we dat tegen die tijd kunnen opvangen. Want de ambulanceopleiding is toch als plichtkundige toch 8 jaar. Ja, en dus, dan ben je toch best wel even bezig voordat je al die mensen weer opgeleid hebt. Jullie hebben ook personeelsproblemen. Ja, dat is... Was heel recentelijk nog in het nieuws. Ja. Ook als politie hebben daarmee te kampen. En gaan naar de basisscholen toe. Ze willen allemaal bij de brandweer, bij de politie. Ja, klopt, gelukkig wel. Hè, dat er nog steeds zoveel mensen... Waar blijven ze dan, de kinderen? Ook bij de politie willen werken. Ze zijn ook enorm hard bezig om mensen te werven. Maar dat kost wel tijd. Hè. Die mensen moet je opleiden, dus voordat je die echt binnen op het team hebt. Hoe lang duurt een politieopleiding? Dat varieert. We hebben verschillende niveaus. En dat varieert ergens tussen de 2 tot 4, 5 jaar dat studenten op school zitten. Dat je op straat kan. En voordat men op straat kan. Dat kost tijd. En ook wij hebben te maken met vergrijzing. Maar 100% is 100%. We stemmen heel goed af met het bevoegd gezag over waar we die 100% op inzetten. Ja. Zodat echt de problematiek buiten wel leidend is voor het maar ja, ik hoorde ook van, er is zoveel werk op bureau en we kunnen de straat niet meer op. We kunnen eigenlijk niet meer doen wat we heel graag doen. Heb je daar last van? Ook daar, dat hoort bij de dagelijkse praktijk. Ja. En de uitdaging is dan ook, hoe gaan we daarmee om? Dus hoe zetten we slimme middelen in om uiteindelijk die administratieve lasten bijvoorbeeld te verlichten? Nou, we hebben al een enorme stap gezet door gebruik te kunnen maken van mobiele applicaties. We kunnen heel veel op de mobiele telefoon tegenwoordig. Ja, jullie zijn heel erg mobiel, hè? Want jullie zijn enorm mobiel. Facebook, Instagram, Snapchat. Dus, klopt, ja, we betrekken heel graag de burgers bij het werk wat we doen. En de jeugd dan weer. We delen daar ook graag over. Ja, we zijn ook trots op het werk wat we doen. En we merken ook wel dat de mensen een mooie inkijk geeft in hetgeen wat we doen. Omdat er soms een wat eenzijdig beeld bestaat over het werk van de politie. Ja. En dat laat toch ook wel zien hoe divers het is. En uiteindelijk trekt dat ook alweer mensen. Ja, want ik zeg, de overkant, dat zijn mensen die er toch voor betaald krijgen. Jullie werken alleen maar met vrijwilligers. Ja, in ieder geval hebben wij natuurlijk ook beroepsmatige mensen. Gewoon, wij hebben heel wat mensen die in een koude functie werken. Die bij bouwkundige zaken koude werken. Koude functie? Ja, bij een koude functie. Dus die inderdaad bij de bouwkunde werken. Met controle van gebouwen, voorlichting, al dat soort zaken. Administratie natuurlijk. Maar ook gewoon automonteurs, die hebben wij in dienst natuurlijk. Want al die auto's moeten ook onderhouden worden. Maar de basis voor de uitdruk, de werkelijke uitbuiting van ons of uiting van ons. Dat is uiteindelijk bijna helemaal volledig voor een vrijwilliger. Is dat een zware of lange opleiding? Nou, als je basisbrandweerman bent, dus om gewoon om de auto mee te mogen, ben je toch vlug 2 seizoenen bezig. Dus dat betekent eigenlijk bijna 2 jaar. 2 jaar bezig. Ja. En vanaf welke leeftijd kunnen... 18 jaar. Dus je moet inderdaad volwassen zijn inderdaad om bij ons... En mannen en vrouwen, hè? Ja, mannen en vrouwen. Uiteraard zijn de vrouwen nog helaas een beetje in de minderheid. Maar langzamerhand begint dat toch er en der echt wel weer veel meer te worden. Dus op die manier zeker. We hadden net over de jeugd. We hebben het al gehad even over dat vuurwerk. Preventie, zijn jullie eigenlijk op dit moment heel erg mee bezig? Ja, dat is een van onze belangrijkste taken. Want uiteindelijk staat hij gewoon in de wet. Niet alleen het bestrijden van brand en allerlei hulpverleningen, maar ook het voorkomen van brand is een taak die de brandweer op zich heeft. En dat is dus inderdaad een dagelijkse werk om bij scholen, bij ouderen, ook en uiteindelijk een risicogroep voor ons, om daar regelmatig inderdaad ons te laten zien en inderdaad het in ieder geval over brandveiligheid te hebben. En dan heb ik het over de brandmelders installeren. Ja. Ja. Wat kan je kinderen vertellen over brand? Oh, wat zou ze, behalve het vuurwerk, dat nu... Natuurlijk, om daar bijvoorbeeld voorzichtig mee te wezen. Een van onze belangrijkste oorzaken van brand is op dit moment gewoon heel simpel het opladen van apparatuur waar een stekker aan zit. En de meest voor de hand liggende is natuurlijk de mobieltje. Want als je dat 's nachts oplaadt onder je kussen
Ja, dat is een hele slechte. Dat is echt een gevaarlijke. Ja, dat is echt. Ik geloof dat jullie ook op, want achter u staat een banner, www.zeelandveilig.nl, dat er allerlei filmpjes op staan. Ja. Hoe je inderdaad, wat je vooral niet moet doen. Wat je vooral niet moet doen. En inderdaad opladen. Dus alles waar een stekker aan zit, apparatuur waar een stekker aan zit en waar je mee oplaadt. En tegenwoordig, ja, dat begint met de auto, de fiets en het mobieltje. Ja, maar ook de hoeverkraaf, de hoeverboord. Afijn, overal waar een stekkertje aan zit en waar een lithium accu'tje in zit. Ja, dat is ongeveer. Dat zijn ook nieuwe uitdagingen voor de brandweerman natuurlijk. Ja, nou, we hebben nog niet voor alles inderdaad een antwoord. Nee. Want als we inderdaad een autobrand met een accu hebben, nou, dan hebben we echt een uitdaging voor. Ja, dat zijn weer nieuwe ontwikkelingen. Elektrische auto's, want als die branden, dat schijnt een enorm probleem te zijn. Wat ook nieuwe ontwikkelingen zijn de laatste jaren, wat ik heel erg van schrik eigenlijk, is de agressie tegen jullie als hulpverlener. Ja, zelf kan ik het me niet voorstellen. Hoe hou je het in je harsjes? Hoofd, ja. Hoe zit dat? Ja, kijk, in Zeeland, valt dat mee hier in Zeeuws-Vlaanderen? Of zeg je van, helaas, wij doen mee met de landelijke trend? Nou, het valt in die zin relatief mee dat we nog niet heel veel grote incidenten op dat gebied hebben gehad, gelukkig. Maar we maken het zeker wel mee. Ieder jaar gebeurt het zeker wel. Ja, ik kan me voorstellen dat bij carnaval iemand een appelsapje te veel op heeft. Ja. En dingen zegt die absoluut niet door de beugel kunnen. Ja. Maar ja, ik bedoel, ook een ambulance, je rukt uit om iemand te helpen. Die ga je toch niet. Ja, dat is ongelooflijk. Nou, je hebt verschillende categorieën er eigenlijk in. Je hebt de psychiatrische mensen. Ja, daar heb ik altijd wel zoiets van. Ja, die in de war zijn, dat kan ik me voorstellen. Mensen die iets mankeren, bijvoorbeeld een diabetes, die kan ook in de war zijn. Maar je hebt natuurlijk de alcohol, drugs en de stoerdoenerij, zoals ik altijd zeg. Ja, maar drugs en dat is echt wel onvoorspelbaar, hè? Ja, maar alcohol ook. En dan het stoer doen en kijken eens wat ik durf. En dan te gaan ze. En dat is gewoon ik zag heel vervelend. Dat je iets meegenomen hebt. Ja, helaas. De politie heeft van die steekwerende vesten. Maar wij hebben ze helaas moeten aanschaffen. Dus we hebben echt van die vesten. Die steekwerend. Ja, die zijn best zwaar. Poeh, als je dan inderdaad ook nog moet werken, dat is. Dat is wel lastig. We hebben ze per persoon op de auto. Nou, ik denk het wel hoor. Dat doe je toch een eentje bent. Ja, het is te zwaar hoor. Steekwerend vest. Ik neem aan dat je als je naar de Blauwe Hoeven moet, dat je dat dan niet aandoet. Nee, we hebben ze altijd op de auto zitten. In de auto. En als het nodig is, dan doe je ze aan. En ik weet, toen we ze pas hadden, dat er in Terneus een aantal incidenten geweest zijn waar mijn collega's hem wel gedragen hebben. Dat je toch voelt van, ik voel me bedreigd. Ja, sowieso is het altijd eigen veiligheid eerst bij ons. En je moet eigenlijk instaan voor je eigen veiligheid en van je collega's. Van je collega, de chauffeur in dit geval. Maar het kan altijd gebeuren dat je in een gebied komt, een uitgangsgebied, waar gevochten is of wat dan ook. Ja, dan doe je het toch aan. Nog niet, nee, wij hebben of ze zeker nog niet. Niet, of wij, nou, helemaal niet, hè? Landelijk wordt er wel die kant op gekeken, met name inderdaad in de Randstad. Maar wij hebben ze hier in Zeeland en wordt er inderdaad ook nog niet echt over gesproken. Het is gewoon erg dat je ze moet hebben, hè? Het is eigenlijk heel erg. Maar jullie hebben ze standaard eraan? Wij hebben ze standaard, ja. Standaard. Dat hoort echt bij het operationele niveau. Ik voelde het, is toch best wel zwaar? Het weegt wel, ja. Maar aan de andere kant went het ook. En we dragen standaard, want in de situaties waarin wij mee te maken krijgen, vaak ook geweld, wordt er van ons ook verwacht dat we juist een stapje naar voren doen. Als politie, dat verwacht de burger en dat mogen ze ook jullie verwachten. Jullie stappen op de mensen af. Precies, en dan is dit wel een heel nu gaan we naar fijn middel. We hebben het oudjaar toe. Vuurwerk, verwachten jullie veel overlast? Ik hoorde in de overkant dat ze microfoons gingen installeren om vuurwerk te. Om de zones inderdaad in kaart te brengen. Ja, zo zijn er tal van innovatieve middelen om daarmee mee te werken. Ja, we verwachten wel in die zin genoeg meldingen in ieder geval. Dat zien we toch jaarlijks. Dat begint eigenlijk begin december al wel. Meldingen van burgers over vuurwerk wordt afgestoken. Ja, en dat varieert van het onschuldige rotje bij wijze van tot echt bijna zware explosieven. En daar willen we toch ook wel voor waarschuwen. Dan krijgen je buurman het misschien weer druk. Want ik zie wel eens van die foto's met afgerukte handjes en mensen die er niet zo gezond vanaf komen. Dat heb ik gelukkig nog niet meegemaakt, maar nee, het gebeurt dat wel. Rond de feestdagen is dat al een spul wat uit België komt? Dat was altijd van, dan moet naar België toe. Of, dat is ook inderdaad veelal in het buitenland wel te verkrijgen. En dat zijn zulke zware explosieven. Als dat op een voertuig terechtkomt, daar blaas je gewoon een dak mee kapot.
Dus je kan je alleen maar voorstellen wat er gebeurt als je dat voor... Echt een explosief, daar heb je het niet eens... Daar hebben we het niet over, vuurwerk. In deze donkere dagen voor kerst... hebben jullie ook het donkere dagen offensief? Klopt. Dat heeft niets met vuurwerk te maken, maar met andere dingen. Vertel. Nee, dat is toch wel echt een andere hot item waar we jaarlijks heel veel aandacht aan schenken. En dat zijn de donkere dagen, waarin we toch vaak de woninginbraken zien toenemen. En dat zijn feiten die een enorme impact hebben op de burgers, op de slachtoffers. Als ze bij jou binnen geweest zijn en ze zijn in jouw huis geweest. Uiteraard, ja. Dat heeft een enorme impact. En daar besteden we dus ook echt extra aandacht aan. Daar zetten we ook capaciteit op in. Uiteraard voeren we ook preventieve campagnes. Dat doen we ook samen met onze partners, zoals de gemeente. We hebben daar een hele mooie actie voor, die we al een aantal jaren inzetten. Ook dit jaar zijn we dat van plan. Ik ga niet verklappen waar en wanneer. Je gaat niet verklappen waar en wanneer. Maar ja, dan weten we niet wat voor acties. Nee, dat snap ik. Nou, wil ik het weten ook. Het is in ieder geval, we noemen een witte voetjesactie. Een witte voetjesactie. Het komt eigenlijk neer op deze kaart. Mag ik er eentje? Dan ga ik het ook even in de... Ik weet niet welke camera, ik ga hem gewoon voor me houden. Schrik niet, dit is een voetstap van de politie. Ja. We gaan de wijk af. En daarmee, tijdens die ronde gaan we eigenlijk kijken zoals een inbreker dat zou doen. Van waar zien we nou situaties waar het wel heel makkelijk wordt gemaakt voor een potentiële inbreker om ergens binnen te gaan. Dus het raam wat open is. Bijvoorbeeld. En dan zal je toch verbazen, ook in deze tijd van het jaar, hoeveel openstaande raampjes, deuren er toch wel te vinden zijn. Ik dacht dat iedereen toch weer verlangde naar het touwtje uit de brievenbus. Jullie dus niet. Nee, die tijd is echt voorbij. Die tijd is echt voorbij. De woning inbraken. Ja, dat is inderdaad. Mensen gaan lekker gezellig bij elkaar op visite. En ook de inbreker weet dat. Ja, dus doe een lichtje aan. Sluit alles goed af. Ook als je maar even 5 minuutjes weggaat. En dus dat is echt die preventieve kant. Aan de andere kant vragen we mensen ook om alert te zijn. Want vaak merken we dat als we bijvoorbeeld een buurtonderzoek doen na een inbraak, dat buurtbewoners toch wel iets hebben gezien, maar niet de politie hebben gebeld. Dus nou, daar zitten we echt wel kansen. Hou elkaar nog een keer in de gaten. Ja, en bij verdachte situaties, als iemand echt het gevoel heeft van nou, hier staat iemand op het punt om in te breken, bel 112. Dat is niet alleen wat dat betreft voor de spoed bij ongevallen, maar ook bij zulke verdachte situaties. Dit is niet goed. Klopt. Dan mag je 112... Ja. 112 bellen. Jullie zijn ook voorlichting. Bij jullie ook... Ja, heel belangrijk heel natuurlijk. Heel belangrijke. Ook hoe je moet reageren wanneer er inderdaad wat in je woning gebeurt in de vorm van brand. Of wat uiteindelijk tegenwoordig in onze besloten huisjes, goed geïsoleerd, dubbel glas, al dat soort gein. Die erin zitten, dat betekent dus dat het eigenlijk niet zo snel naar buiten gaat. Dus intern blijft. Nou, rook is verschrikkelijk. Als je rook inademt, 2-3 teugjes, als je normaal gezond bent, dan denk ik dat je heel duizelig wordt. Ja, en, het bevat allerlei giftige stoffen. Waaronder koolmonoxide die daarin in meedoet. Daar heb je natuurlijk ook die speciale melders voor, hè, voor koolmonoxide. Nou, die zullen gegarandeerd afgaan, maar zorg er in ieder geval voor dat je uiteraard op een of andere manier snel gealarmeerd wordt door het plaatsen van in eerste instantie rookmelders. Want uiteindelijk word je verplicht of zo? Nee, wij hebben dat niet verplicht. In België wordt het vanaf 1 januari verplicht voor alle huizen. Wij hebben dat niet. Wij hebben dat alleen in nieuwbouwhuizen is het verplicht, na 2004 gebouwd. Daar moet je inderdaad een rookmelder verplicht in je huis hebben. In je vluchtweg, dus dat is van je slaapkamerdeur naar de voordeur. Dat moet je beveiligd hebben dan zogezegd. En met 2-3 rookmelders denk ik dat je je huis goed kunt beveiligen. Zorg er dan voor dat je iedereen waarschuwt die in je omgeving is. Misschien nog net de kat meepakken. Maar meer ook uiteindelijk. Misschien is de kat eerder weggestapt. Ja, die kans loop je. Maar dat is misschien nog het enige wat je mee moet nemen. Zorg dat je je mobiel bij wijze van spreken nog bij je hebt. Zodat je ook kunt alarmeren. Ja, maar alarmeren, of de buren dan in ieder geval wel. Doe dat in ieder geval pas als je toch op een veilige plek bent. Buiten de woning. Zorg dan dat je alarmeert en ja, dan volgt het wachten op de brandweer. Ja, ik heb ooit wel eens iemand horen zeggen van wees ook geen held. Want als je een held bent, sta je voor op de krant en anders sta je achter in de krant. Ja, nee, dat is zonder meer waar. En natuurlijk nogmaals, in dat wachten duurt altijd lang. Wij zijn altijd te laat. Wachten duurt altijd lang.
Die ambulances die rijden wel heel hard, hè? Ja, maar ja, we zitten... Langs, hoe snel moeten jullie er zijn? Want jullie hebben ook aanrijdtijd, denk ik. Wij hebben ook eraan. Wat is jullie aanrijdtijd? Aanrijdtijd in Zeeland is vastgesteld ongeveer rond de 11 minuten. En bij jullie? Wij zitten vanaf de melding tot we er moeten zijn is 15 minuten. De meldkamer is ongeveer 3 minuten. Dus we hebben 12 minuten om ergens aanwezig te zijn. En dat is voor Hulst ongeveer Vogelwaarde. Richting Kloosterzanden halen we dan. En tot Koewacht. Hoe hard mag je? Hoe hard mogen we? We mogen ongeveer 40 kilometer boven de maximale snelheid die je mag rijden. Ik kan wel eens nog meer haast hebben. Soms wel. Als je iets met een kindje hebt of zo, ja, dan zit je altijd veel gespannen in de auto. Afhankelijk van de melding die je krijgt. Ja. Zo'n chauffeur moet een speciaal rijbewijs hebben? Ja, die moet een rijbewijs C hebben. Dus die auto weegt best veel. Die weegt geladen meer dan 4. Ja, maar je moet toch ook, dus, dat denk ik ook voor de politie. Want als je, natuurlijk, je hebt blauw-blauw en toeters en bellen. Ja, ze krijgen speciale opleiding. Maar je moet natuurlijk heel, als je zo hard rijdt, moet je dat ook wel kunnen, hè? Ja. Dat moet je zeker kunnen. Daar worden ze ook voor opgeleid. Dus ik denk dat jullie ook wel speciale cursussen voor zijn. Rij je dan ook, wij spreken dus ook de brand. Ja, ja. Rij je dan ook mee dat je zegt van kijk uit, want er komt een... Ja, je werkt samen. Je bent een team in de auto en buiten de auto. Dus in de auto kijk je mee en wat er aankomt en hoe iemand reageert voor je. Want dat wil ook nog wel eens spannend zijn. Maken jullie gekke... Ja, ook ik denk bij jullie allemaal dat je wil ergens snel naartoe. Ja, en dan heb je iemand voor je. Oftewel, ze zien het niet. Of de auto ervoor heeft het gezien en de auto die erachter rijdt niet. En die denkt, oh, die gaat uit de kant voor mij, terwijl wij er nog aankomen. Heb je een tip? Probeer als iedereen gewoon aan de zijkant gaat rijden van de weg. Dus de gemoetkomende auto en de auto aan onze kant. Gewoon niet in de berm gaan rijden, maar gewoon zoveel mogelijk rechts rijden. Kunnen wij er bijna overal tussen. Ook niet specifiek stoppen of zo? Nee, zeker niet gaan remmen. Zeker niet gaan remmen. Dat is nog gevaarlijker, ja. De chauffeur denk ik dat eigenlijk altijd, van het hulpverlenende voertuig, eigenlijk wel altijd zijn weg vindt. Dus blijf eigenlijk zo normaal mogelijk doen, bij wijze van spreken. Hooguit inderdaad wat rechtser van de weg. Ja, rechtser van de weg. En niet gaan remmen, want wat je dan altijd ziet, dan komt de auto voor je, die gaat remmen. En de auto die gemoet komt, die gaat remmen. En waar staan ze stil? Precies bij elkaar, waar je er niet tussendoor kan. En dat is heel vaak, dat is zo jammer. In Duitsland ook, als je mensen in de file ziet, ik zie ze altijd... Als iedereen mooi uit de kant gaat, dan kunnen wij er tussendoor. Dat zou misschien ook in Nederland wel een goede tip zijn. En eigenlijk ook een tip, als je bij een rotonde bent, want die zijn toch best wel veel rotondes. Ja, dus... Ga niet remmen, ga niet aan de kant. Nee, draai gewoon die rotonde nog een keer mee. En kom dan achter ons. Maak maar een extra rondje. Maak een extra rondje of twee extra rondjes. Maar ga zeker niet in de rem aan de zijkant, vlak bij de rotonde. Want het is ook heel smal of daar. Net waar je eraf waar je er niet kan. Of dan gaan ze uit de kant waar je eraf moet. Dat gebeurt ook. Dus maak gewoon een rondje extra. Dat is denk ik en dan is het helemaal niet erg. Tips voor mensen. Ja. Als laatste wil ik eigenlijk nog eens kijken, want je hebt nog iets bij. Jullie hebben, krijgen nieuwe Wij krijgen nieuwe kleding, ja. Ook die ga ik even in de laten zien in de kamer. Ik moest een beetje wennen, dat knalgeel, dat vond ik wel... Eigenlijk het geel en het groen zie je tegenwoordig heel veel. Bij de EHBO's hebben het, gemeentewerkers, mensen op de weg. Omdat het goed heel duidelijk is, maar het is nooit gepatenteerd geweest. Nu hebben ze vanuit de ambulance... gekeken om nieuwe kleding te ontwerpen. Die heeft iedereen mogen passen. Iedereen mag erin meebeslissen. In zoverre dat elke regio is er een werkgroep opgesteld. Die landelijk bij elkaar gekomen zijn. Er is paskleding overal geweest. Dus zodat iedereen kan... Heel herkenbaar. En dat is echt alleen maar... Alleen voor de ambulance. Ze hebben het eigenlijk nooit bekeken dat je herkenbaar bent. Ik bedoel, jullie hebben ook een nieuw uniform gekregen. Na wat kinderziektes met losse strepen is dat... Blijft tenminste goed zitten. Ja, gelukkig wel. Blijft het goed zitten. De brandweer loopt tegenwoordig ook in het... Keki-uitdrukuniform met inderdaad aan de achterkant keurig netjes Brandweer Zeeland. Ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat jullie... Goed zichtbaar, herkenbaar zijn. En jullie hebben allemaal wel wat personeelsproblemen. Vergrijzing, toch wat meer mensen. Niet het blauw op straat, maar gewoon algemeen meer mensen nodig. Met name voor de uitdruk overdag. Bij jullie overdag. Het was ooit een keer zo'n motto, die pet past ons allemaal... Dat was voor de Kan bij ons de helm wezen. Maar dat mag bij jullie de helm wezen. Ja. Ja, jullie hebben geen hoofddeksel bij de ambulance. Er zijn wel petten en mutsen, die komen er wel. Die zijn er nu ook al, maar die komen er ook straks wel bij. Als je het wil. Maar we zitten meestal lekker warm in de auto. En
Je moet er niet zoveel uit. Nee hoor. Ja, ik vind het... Of bij mensen thuis. Dat is ook, je komt uit de auto naar buiten, dan is het wel koud. Maar dan kom je weer bij de mensen binnen. En als je daar bezig bent, is het toch vaak heel warm. Ja, ja, je gaat niet even... En je hebt meestal extra jas bij in de auto voor als het... Als je echt buiten aan het werk bent bij een ongeval of zoiets, ja, dan kun je die altijd aan, de laagjes aandoen. Hè? Ja. Ja, ik zou willen afsluiten met, ja, beste kijkers, denkt u van, ja, inderdaad, als kind wilde ik ook bij de brandweer. En had ik met carnaval ging ik als brandweerman samen. Schroom u niet. Vanaf 18? 18 jaar, ja. Ben je welkom. Ben je welkom. Hoe oud moet je zijn voor de politieschool, academie, wat is het? Ja, de politieacademie inderdaad. Vanaf 17. Vanaf 17. Mensen nodig. En ja, jullie zoeken met name denk ik verpleegkundigen of mensen die bereid zijn om... Ja, ja, je kunt vanuit de verpleging wordt er veel gewerfd. En dan een vervolgopleiding, anesthesie, IC of de spoed. En tegenwoordig heb je een opleiding, een bacheloropleiding in Rotterdam. Doen. Dus er zijn veel mogelijkheden, ik zou zeggen. Heel leuk vak. Gewoon doen. Hou het veilig in december. De kaarsjes mogen echt wel aan het kerststukje, maar zorg ervoor dat niet de rest mee gaat branden. Kijk eens op zeelandveilig.nl en zorg ervoor dat u geen witte voetstapjes in huis heeft. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag.